op deze markante Zilveren Kruislocatie hebben we heel veel trainingen luisteren gegeven. En hier ga ik zo meteen Ria Dijkstra ontmoeten. Zij is Senior Manager Operations. En zij heeft met haar MT ook de training gevolgd. En we gaan kijken wat zij nog van die training heeft gevonden. Nou, Ria, fijn dat ik met jou kan spreken over het luisteren training. Ja. Wat heeft de training luisteren de medewerkers gebracht? Wat gebeurde er tijdens de training en hoe veranderde ze eigenlijk? Ja. Wat ik het meest teruggehoord heb, is dat de collega's hun eigen emoties hebben ontmoet. Oké. En emoties, positief en negatief, ja, die zijn natuurlijk inzetbaar in communicatie. Dan wel omdat je ze moet kunnen handelen, dan wel omdat je er ja, heel de positieve voordelen in de verbinding met een ander mee kunt bereiken. Ja. Er waren echt mensen geraakt. Hè? Ja. Niet iedereen kwam vrolijk terug. Nee. Omdat mensen hebben, denk ik, in jouw training best wat emoties ervaren. Ja, gaaf. Als je nou zou kijken, van wat, als je nou één ding zou moeten noemen, wat wens jij medewerkers van Zilveren Kruis toe op luistergebied? Ja, zelfbewustzijn en jezelf in durven zetten. Ja. Hè, in plaats van een poppetje van het instituut zijn. Ja. Hè? Dus niet de system says ja. No, ja. Maar... Ja, ik zeg nee om deze en deze ja, reden. Hè? Ja. Dus als je het persoonlijk durft te maken. Ja. Mooi. Ja. Als je hier werkt ja. Hè, en je verbonden ja. voelt met het bedrijf. Ja. Naar de buitenwereld. En het geldt trouwens ook intern. Hè, als je het ook persoonlijk durft te maken. Als jij iets voor jouw afdeling moet doen ten opzichte van een ander. Of een plan wat jij graag wil. Dat je open staat ja, voor wat de ander ja, nodig ja. heeft. Of ja. open staat voor wat de ander... wil wat misschien wel een hogere prioriteit moet krijgen. Hè? Want er zit ook een soort acceptatie in. Als je, ja. als je hoort wat de ander wil ja. en ook luistert, ja, moet je soms, is dat makkelijk om je eigen keuzes bij te sturen. Ja. Hè? Of om te accepteren ja. Ja, dat iets wat jij misschien bedacht had, ja, toch niet het beste idee van dat moment is. Ja. Jij bent een centrale manager binnen Zilveren Kruis. En hoe zie jij jouw rol als nou, toch wel een manager die aan verschillende touwtjes kan trekken in de vorming van een luistercultuur? Wat doe jij daar dan wel of niet in? Of wat vind je dan moeilijk of makkelijk? Het aantal in? Touwtjes valt tegen trouwens, Victor. Ja. Okay. Nou ja, voor een deel gaat dat natuurlijk altijd over voorbeeldgedrag. Ja. En ja, voor mij geldt ook dat ik in bepaalde settings heel goed kan luisteren en in andere ook echt wel niet. Eigenlijk zolang het over de buitenwereld is, naar klanten en zorgaanbieders, ja, ben ik wel zo opgegroeid hè, dat die altijd ook je agenda mede bepalen. En dat je daar veel aandacht voor moet hebben. Ja. Ja, in sommige settings lukt het mij ook niet om te luisteren, omdat ik dan mijn eigen agenda heb of een ongelooflijke overtuiging ja. wat er nodig is of wat er moet gebeuren. Ja. Maar reflecteren, telkens daar weer op terugkijken. En dat ja, en vooral ja, dat bespreekbaar maken en ook al die onderstromen hè, die je nooit ja. op tafel komen, ja, op, zo goed mogelijk toch benoemen. Ja. Ja, ja, ik denk dat dat eigenlijk wat je nu zegt, die onderstroom op tafel leggen, dat is eigenlijk ook wat in een training gebeurt. Eigenlijk, ja. wat is er onbewust ja. en wat maak je dan bewust ja. en kan je ermee dealen? Ja. En wat onderstromen zijn niet eens altijd onbewust, hè? Nee. Ze zijn er ook wel eens, ja, ze ja. zijn er ook wel eens heel bewust en toch ja. de moed hebben. Soms is het ook moed ja. wat je nodig hebt om het dan bespreekbaar te maken. Ja. Ja. Ja, luisteren maar vereist wel moed. Naar de ander, ja, luisteren vereist moed. Ja. Ja, want je moet misschien als je geluisterd ja. hebt ook je eigen... plannen wel bijstellen ja. of je eigen gedachten bijstellen ja. of je eigen gevoel ja. Cool. bijstellen. Ja. Ja. De metingen die we hebben gedaan over de training, die gaven behoorlijk hoge tevredenheidsscores aan. Zelfs ja. op deze locatie in Leiden bijna 9. En er was wel een soort duurzaamheidseffect dat er ongeveer een kwart beter geluisterd wordt door mensen. En mijn vraag eigenlijk hierbij is van, als je dat zo ziet... Wat heeft die training jou dan persoonlijk opgeleverd? Ja, ik denk het meest het bewustzijn op de emoties. He, dus ik ben ook altijd bezig met wat vraagt iemand. Ik heb echt wel geleerd om naar mensen te kijken als ik ze zie. He, dus hoe zitten ze, wat zeggen ze.
We hebben ook veel contact wat je niet zichtbaar hebt. Hè? Dus via mail, maar ook via telefoon. En goed kijken, goed luisteren naar, hé, wat zegt mijn lijf mij? Wat zijn mijn emoties? Echt op gevoelsniveau, hè? Met van die oefeningen, hoe ver, hoe dichtbij mag iemand komen. Hè? Zelfs met een blinddoek voor. Ja, dan weet je natuurlijk, dat leert je zoveel. Dus eigenlijk wat jij terecht zegt is hoe je naar jezelf luistert. En dat betekent helemaal niet per se met je oren, maar ook met je gevoel en met je emoties. En met je ogen ook, wat zie je. Ja. Al die informatie bij elkaar breng je ook weer in het contact. Ja. Ja, mooi. Ja. Hey, tot slot. Ja. Wat zou jij de medewerkers van Zilveren Kruis toewensen als het gaat over, leer luisteren. Of ga verder met luisteren of ga daar verdieping in. Wat wens jij ze toe? Ik wens ze toe dat ze daarover blijven nadenken en oefenen. En praten en leren en intervisie doen. En openstaan om elke keer daarop te reflecteren. Ja. Dat wens ik ze toe. Want het is net als Messi. Hij kan goed voetballen. Maar hij moet ook elke dag trainen. En dat is met dit onderwerp zeker zo. En of dat nu is intern. Hè, hoe je zo goed mogelijk met elkaar samenwerkt. Ja, maar soms ook, hoe gaat het in je familie of je straat? Ja. Ja, en het is al helemaal als jij jouw functie of jouw baan ook namens dit bedrijf communiceren met de buitenwereld is. Ja. Ja, dan zul je dat toch ook echt professioneel moeten blijven trainen. Dus dat wens ik iedereen toe. Hey, dankjewel. Alsjeblieft.